Lucas van Eno, ja, 3-0 verlies op Genk, wat is het gevoel? Goh ja, ik denk dat we vandaag iets minder waren dan de voorbije weken. Maar toch ja, konden we misschien aanspraak maken op iets meer als je het eerste half uur zag. Ik denk dan aan de eerste minuut dat de goal afgekeurd werd. En dan ook nog iets later dat ook die goal weer afgekeurd werd. Maar oké, ja, ik denk dat we over het algemeen wel kunnen zeggen dat we net iets minder waren dan de voorbije weken. En ja, Genk heeft geprofiteerd van hun momenten. Want uiteindelijk vond ik hun ook niet super spelen. Maar ja, dat zijn topploegen zeker. Nu zeker ja, die nul, of die, dat eerste doelpunt wordt afgekeurd. Heel randje buitenspel. En het tweede doelpunt, ja, wat daar afgekeurd. Weet je zelf wat er precies fout aan dat doelpunt was? Ja, nee. Ik zie Teddy de bal nemen. En ja, hij vertrekt voor een solo. En hij dribbelt iedereen. En dan ja, schiet hij en caprioleert die bal volgens mij gewoon in het doel. Over de lijn of niet. En dan tikt Stijn hem binnen. En ja, ik dacht dat de lijnrechter gewoon vlagde van ja, die bal is binnen. We lopen naar het midden. Maar ja, blijkbaar ja, was hij over de lijn gaan buiten, maar ik vraag me altijd af hoe dat kan. Maar oké, ja, ik wil nu niet mijn modder gooien naar de scheidsrechter. Het is niet altijd makkelijk voor die mensen ook. Dus, ja. Het is wel spijtig natuurlijk dat het nu in ons nadeel is. En ja, de trainer zei het ook, ja, als het twee keer in ons nadeel is, dan is het wel veel. En dan kan het wel matchbepalend zijn. En ik denk wel dat het een stuk zo was vandaag. Maar anderzijds, ja, we waren zo goed bezig de laatste weken. En tot de 1-0 vond ik ons wel in de match zitten, maar dan waren we het precies een beetje kwijt. En dat is al wel jammer, want ik denk, we hebben een goede ploeg en we zijn sterk genoeg om normaal die draad terug op te nemen. Ja, zeker die eerste 20 minuten waren we echt wel de betere ploeg. Hè? Ja, inderdaad. Ik denk dat we de eerste 20 minuten echt wel goed voetbal brachten. Dat Genk achter de bal moest lopen en ja, met een paar goede kansen tot gevolg. En dan, ja, dan is het natuurlijk zuur als je ziet dat het penalty is aan de overkant. Ik weet niet of het er een was of niet. Het was ook twijfelgeval, maar oké, ja, dan komen zij op voorsprong. En vanaf dan ja, had je het gevoel zo dat wij precies een beetje... Ja, het mocht niet zijn om een goaltje te maken vanavond. En ja, uiteindelijk verlies je dat met 3-0, wat toch wel overdreven is als je de match bekijkt. Met welk gevoel trek je dan naar Lokeren volgende week? Goh ja, het is balen, maar ik denk, ja, we hebben 5 keer aan elkaar gewonnen. Ze zeggen, hoe meer je wint, hoe dichter je bij je nederlaag komt. En nu was het zover, ja, ik denk, niemand verliest graag. Zeker als de trainer die had om te verliezen. En ik denk dat de spelersgroep daarin juist hetzelfde is. Maar anderzijds moeten we er niet te lang mee stilstaan. En moeten we gewoon al volgende week op. Nu komt er een belangrijke match op Lokeren. We zijn daar ook niet kansloos. Dus ja, waarom... we zullen wel goed analyseren wat er fout is gelopen. Maar we moeten ook niet te veel analyseren, want ik denk, we brengen toch goed voetbal. We proberen altijd van onze sterkte uit te gaan en ja, dat is nog altijd het belangrijkste voor KV Kortrijk.